Lolke Jan Dijkstra, lid van Vertjeerst van de KNKB. Zo is hier, wat had het die gebracht? Wat had het me gebracht? Nou ja, de jaren met de corona vanzelf, ja, dat was een hele nieuwe jaren. Maar verder had me wel gebracht dat ik bij een heel soort vereniging in de keuken zoen had. Van hoe het misgaan kan en waar het misgaan kan van op sommige hele simpele manieren. Soms kan één persoon van een bestuur een hele keersvereniging zien houden. En dan is het wel eens... Ja, soms mag je wel eens een keer goed wijzen. Zeg van, nou is het net beter om eens een keer tot de conclusie te komen. Om te zeggen van, maak je de rondte van de naaie generatie. Naaie regio-indeling, dat ik een hechtepunt west? Ja, zeker. Met name, want ik zeg dan wel op een film. Dan waren er het in die bijen praat. Bist dan een KNKB-keertje of bist dan een federatiekeertje? Ja, ik ben federaal. Nou, dat was altijd samen met achter die. Daar moet ik ooit van aan. Dus en dan moesten we tot een idee komen. En dat hebben we met alle federaties dingen. Wat wel heel moeilijk weer in het begin. Maar uiteindelijk de kaart die begon te rijden. En die is ik teruggegaan. En zo hebben we regio's maken. Werd in elke regio. Is elke keer een wedstrijd bij een Henneken. Dus iedereen had keuzes om vier wedstrijden nu te kiezen. Of in Marleuses, of in Achelem, of in Meertske, wedstrijd, maar helemaal. Zoals mooie jaren, kunnen we daar maar besluiten? Het zijn zoals hele mooie jaren, ja.